Yo boys, het is weer zover. Vandaag ga ik weer voor het eerst oppervlakte vissen. Ik heb net mijn SE-week erop zitten en als laatste een mondeling Duits. Gewoon een voldoende gehaald, dus ik vind het helemaal mooi. En ja, ik ga dus oppervlakte vissen. Spulletjes zitten helemaal klaar op de fiets. Kijk eens. Oké. Goed. Kijk, mooie dikke visie. Ja. Nou, dit is hem dan. Eerste visje van de oppervlakte van het jaar. Mooie visie, lekker dik. En ja, ik ben er weer blij mee. Hoppakee. Zo, dan gaan we de vis weer terugzetten. Gaat hij dan? Mooi visje. Even op adem komen. Die wil ik gewoon niet halen. Maar dan ga je er nog vandoor. Kijk, daar gaat hij. Hoppakee! Visie. Jazeker. Klein, maar wel lang. Ja, en ik ben er blij mee. Vind jij hem ook mooi? Zo, en dan gaat hij. Gaat hij er weer vandoor? Ik is. Ja, op dit water die ik nu bevis, twee targets en ik zie er nu gewoon eentje liggen. Moet je zien. Dan zie je het, die oranje vlek. Dat is dus een oranje fucking graskarper. En die wil ik echt even vangen. Daar go naar de andere kant. Daar is zo dichtbij. Geloof het of niet, hij zit er echt aan. Op een zinkend kostje vlak voor zijn neus. En hij pakt hem gewoon. Fucking gouden albino. Kijk dan. Wow, yo. Wow, yo. Een albino graskarper. Wie verzint het? Fucking ziek. Zo, ik ben fucking blij. Kijk wat er in het net zit. Gouden graskarper. Fucking ziek. Een maatje van me komt even foto's maken. Dus even geduld. Ik ga even een mooie vis film zetten. Zo, ligt hij dan. Hij heeft zich in het net al onthaakt. Op het kostje. Zink het kostje vlak voor zijn neus. Dat was een hatsam. Op de pretbom van Nash. Oh, niet. Niet echt. Hengel weg. Hengel even weg. Blijf. Verblijf. Ja. Kijk eens. Daar is die dan. Kijk dan. Kijk dan. Snel aan de bloed. Ik denk als ik hem op. Oeh, shit. Zo, goedemorgen. Hij heeft er nog geen zin in. Ik wou net zeggen, ik denk als ik hem optil dat hij dan helemaal gek wordt. Zo, de neten. Goedemorgen, hij gaf me ook een klap hè, met tegen mijn hoofd aan. Oké.
Nou, dat was vals, deel 1. Ik ga hem proberen voor jullie op te vullen. Kijk mensen, het is belangrijk dat je een mat bij je hebt. Al heb je zo'n vis eraan. Die zijn nogal druk, zie je. Kijk dan. Wat een vis, joh. Kijk, voor deze vis kan ik nou naar dit water toe. Dat snappen jullie wel, denk ik. Echt een zieke bak. Helemaal goud. Helemaal goud. Hoi. Zo. Ja, ja. Een rare bek heeft hij wel. Zoals alle graskarpets. En ik ben er helemaal blij mee. Helemaal mooi. Ik ben er helemaal blij mee. Ja, ja. Dan gaat hij weer. We gaan hem weer laten zwemmen. Ik doe het even zo. Want hij is nogal druk. Maar ja. Hoppa! Dat is echt een goud. Ik zit helemaal onder het slijm, maar ik ben er blij mee. Nou, wat gebruik ik nou voor het oppervlakte vissen? Gewoon een simpel 4000 moletje, een dwarfhengel van Nash en dan voor de rest eigenlijk niks aan je lijn behalve een haak. Ik heb een haakmaatje 7 met een brede bocht en dan een breadbon van Nash en daar een stukje brood in. Dat is het eigenlijk. En dan kind kan de was doen. Wat ik ook enorm belangrijk vind voor het oppervlakte vissen is een Polaroid bril. Door een Polaroid bril kan je een stuk dieper het water in kijken. En daardoor heb ik echt veel meer vissen gevangen. Dus echt een aanrader, koop een Polaroid bril al ga je oppervlakte vissen. Kost niet veel, denk ik 2 tientjes. Ik heb die van Nash, die kan je ook nog eens handig meenemen. Die kan je opvouwen, kijk eens. Ja, dat is toch helemaal geweldig. Ik vind het helemaal mooi. En ik ga nog even een visje voor jullie vangen. Wat lief. Allemaal kleine eentjes. Hij hangt er weer aan. Mooi stukje. En het is tijd om hem te Zo, waar is hij dan? Weer de vierde vis uit de video. Mooie schub. Alweer uit dezelfde velhoek. En binnen 5 minuten denk ik. Dus dat is helemaal goud. Mooi bekkie. En ik ga hem jullie even laten zien. Zo, dit is hem dan. Prachtig visje van de oppervlakte. Helemaal puntgaaf, mooie rugvin. Perfecte bek. Ja, dat doe je toch voor. Dus,
17 april en het is gewoon 25 graden. Dus ja, dat moest echt vis worden. Ja, als je dit soort vissen vangt, dan wil je wel vaker gaan. Heerlijk. Echt heerlijk. Nou, het is half april. En die karpers hier die denken gewoon, nou, laten we gewoon gaan paaien. Daar zijn ze ook bezig. Ja, gekkigheid. Oh, kijk, we hebben hier de boot gespaan. Alles en iedereen al helemaal kapot achterna gaan. Iedereen is zo bang. Prachtig. Prachtig. Kijk nog aan. Wat gaat hij doen? Ik wil even zijn fucking man. Netjes. Zo jongens, eerste kanaalvis van de oppervlakte van dit jaar en gelijk een fucking zieke spiegel van 11 kilo. Nou, ik ben hier zo blij mee, echt genieten. Op het kostje, ik zag hem liggen en hij pakt hem gewoon. Zo, even een fotootje en dan kan hij weer terug. Oké, wil je van die andere kant maar even een fotootje maken dan? Hoe gaat hij stoppen? Mensen geloven het of niet, maar ik heb gewoon weer een spiegel aan. Ik vang nooit spiegels en deze is denk ik nog groter. Ik word helemaal gek. Kijk dan. Oh joh, dit slaat echt helemaal nergens op. Ik ben hier zo blij mee, na al dat geblenk. En ik zweer, deze gaat er vandoor jongens, echt niet normaal. Oké, ik ga hem even scheppen en daarna kom ik. Kijk dan, heel die hengel helemaal krom. En ik kan er gewoon niks tegen doen. Hij blijft maar gaan. Echt jongen, ik wil hem zo graag in het schepnet hebben. Oh dames en heren. Okay. Ik word helemaal gek. Ik heb denk ik gewoon even een 30er in mijn net liggen. Wat een vis. Ik zag gewoon. Daar is die dan. 13,5 kilo. Wat een vis. Ja echt, ik ben hier zo blij mee. 27 pond, gewoon op het kostje, vlak voor mijn voeten. Helemaal geweldig. Echt, ben ik een half uur aan het drillen geweest. Wat een start en wat een power. Echt heerlijk. Heerlijk. Oeh. Happy days, heerlijk!
Nadat alles mee zat vandaag, zit het toch nog iets tegen. Moet je mijn hengel zien. Ik was aan het fietsen en ik had het schep net ook zo vast. En ja, toen kwam dus mijn hengel tussen mijn achterwiel. En die is nu best wel kapot. Balen. Maar ja, nieuwe kopen. Ja, dames en heren, het is alweer het einde van de video. Ik heb lekker gevangen, al zag ik het zelf. En vond je het nou een leuke video? Doe de duim omhoog en abonneren kan hier zo. Dus doe dat ook even. Dan weten wij ook weer waar we het zo doen. En ik hoop jullie bij andere video's weer te zien. Peace out.